dat we vandaag gaan lezen is het boek dat hoort bij het thema gezondheid. En als je kijkt naar de kaft, dan zien we op de kaft de titel van het boek. En de titel van het boek is Au. En achter Au staat een uitroepteken. Dat betekent dat iemand het eigenlijk heel hard zegt. Au! Nou, kijk eens naar het plaatje wat je daar ziet. Ik zie een verkeerslicht met een groen en een rood licht. Ik zie een mevrouw en ik zie een meisje. Wat zou er met die mevrouw zijn gebeurd? Kijk eens goed op haar hoofd. Ja, ik denk ook dat ze haar hoofd heeft gestoten. En waar tegenaan denken jullie? Tegen het verkeerslicht? Ik denk het ook. Ik denk dat die mevrouw zo heel hard au geroepen heeft. Zullen we eens gaan kijken in dat boek? Voordat we beginnen kunnen we nog even zien dat het boek geschreven is door Annemarie Bon. En de illustraties, de plaatjes, zijn van Loes Riphagen. Nou hebben we goed gekeken naar de kaft van het boek. Eens even kijken of we het verhaal ook kunnen lezen. Waar start het verhaal? Kom, zegt mama. We gaan lekker een stevige wandeling maken. Loesje kijkt niet op. Even wachten, mam. Mijn boek is zo grappig. Mama klapt in haar handen. Dat boek loopt niet weg. Frisse buitenlucht is gezond. Loesje slaat haar boek dicht. Lezen is ook gezond, hoor. Van wandelen krijg je honger. Daarom neemt mama iets te eten mee. Loesje wil haar eigen boterhammen smeren. Kijk uit, zegt mama. Dat mes, dat is scherp. Mama let heel goed op Loesje. Maar kijkt ze zelf wel uit? Auw, bloed! Loesje pakt snel een pleister. Wat gebeurt er nou? Kijk eens goed. Kijkt de mama. Kijkt heel goed naar Loesje. Maar ze kijkt niet naar haar eigen mes. En ze snijdt zo in haar vinger. Loesje huppelt voor mama uit naar het zebrapad. Niet oversteken, roept mama. Het licht staat op rood. Wat denkt mama? Dat Loesje dat niet ziet? Mama let goed op Loesje. Maar kijkt ze zelf wel uit? Au! Loesje geeft een kusje op de zere plek. Nou, dat hadden we al gezien, hè? Op de kaft. Dat mama haar hoofd stoot tegen het verkeerslicht. Het bos geurt naar paddenstoelen en mos en aarde. En Loesje, oh, ze ruikt overal aan. Aan de bloemen, bladeren en de druppels hars uit de boom. Pas op, roept mama, die bloem is giftig. Ja, wat denkt mama? Dat Loesje die bloem gaat opeten? Au, roept mama. Wat is er nu weer gebeurd? Heeft ze weer haar hoofd gestoten? Ik denk tegen deze dikke tak. Ze letten wel op Loesje, maar ze letten niet op zichzelf. Loesje legt een nat doekje op de bult. Wat zijn er veel dieren in het bos? Loesje ziet een mier met een enorm blad. Zo, die mier is sterk. Pas op, roept mama. Ga niet in de mierenhoop zitten. Natuurlijk doet Loesje dat niet. Ze wil echt geen mieren plat drukken. Au, roept mama. Brandnetels. Kijk eens naar haar been. Zoveel rode bultjes op één been heeft Loesje nog nooit gezien. Nou, heeft mama al twee keer haar hoofd gestoten en één keer in de brandnetels.
Dat is pech. Loesje heeft iets nieuws bedacht. Als je naar beneden rolt, dan krijg je een zandstorm. Dat is leuk. Voorzichtig, mama. Dadelijk doe je nog pijn. Met Loesje gebeurt niets. Ze speelt wel vaker in het zand. Maar met mama gebeurt wel iets. Auw, roept mama. Haar knie bloedt. Loesje helpt mama overeind. O jee, nu is ze weer op haar knie gevallen. Zou dit takje op het water blijven drijven? En dit steentje? De bolster van een kastanje blijft drijven, maar het steentje niet. Loesje probeert alles uit. Pas op bij het water, roept mama. Val er niet in. Natuurlijk valt Loesje er niet in. Maar wat doet mama? Auw, ze glijdt uit en ze plonst in het water. Loesje trekt mama het water uit. Oeh, dat is wel zwaar, zeg. Kijk eens wat een mooie hut, roept Loesje. Ze doet haar jas uit en kruipt naar binnen. Hou je jas aan, zegt mama, anders word je ziek. Tjoep! Loesje geeft mama een pakje zakdoekjes. Loesje kijkt naar haar moeder. Mama ziet erg bleek. Hoe zie je het eruit als je bleek ziet? Ja, dan ben je helemaal wit in je gezicht en dan zie je er ziek uit. Hè? Je wordt wit en ze heeft heel veel bulten en blauwe plekken. En ze is zo moe dat ze bijna niet meer kan lopen. Loesje zoekt een wandelstok voor mama. Frisse lucht is gezond, zegt Loesje, maar nu even niet. Jij moet snel naar de dokter. Gelukkig weet Loesje de weg. Kom mama, we zijn er bijna. Nog even volhouden, je kunt het. Aan de overkant van de straat is de praktijk van de huisarts. Mama stapt de weg op. Oh, vlak voor een auto. Loesje trekt haar terug. Toet, zegt de man in de auto. Net op tijd. Mama, je moet uitkijken met oversteken. De dokter onderzoekt mama. Hij luistert hoe mama ademt. Hij maakt alle wondjes schoon en doet er een verbandje om. En voor de bulten geeft hij een zalfje. Maar als de dokter klaar is, kijkt hij mama streng aan. U bent erg onvoorzichtig geweest. In het vervolg beter uitkijken. Oh, en kijk eens naar Loesje. Die moet daar wel een beetje om lachen. En toen was het boekje uit. Tot de volgende keer.